Na 40 jaar neemt Dirk Winnepennings afscheid van zijn zwembad. Velen leerden hem kennen als redder. Nadien combineerde hij die functie nog 7 jaar als uitbater van de cafetaria van het oude zwembad en 15 jaar in de nieuwe cafetaria van het zwembad De Kleine Dender. En dat samen met zijn echtgenote Martin Otto. Een afscheid met gemengde gevoelens. Emotioneel, omdat het zwemcafé hun levenswerk was. Maar ook blij met de nieuwe opvolgers, want Chris en Chris zijn straks de nieuwe patroons. Bij deze afscheidsreceptie waren meer dan 150 genodigden aanwezig voor een hapje en een drankje. Nien of Media ging even praten met de oude en de nieuwe uitbaters en enkele vrienden die Dirk en Martin zijn genegen, waaronder onze burgemeester Tanja de Jonge. Ja, Dirk, dat was mijn redder, hè. Letterlijk en figuurlijk een beetje, want dat was eigenlijk een autoriteit toen ik als jonge sportfunctionaris in het oude zwembad begon, was hij een van de redders. En ja, dat is een hele bijzondere kerel. Hij was streng, maar hij was ook rechtvaardig. En op momenten dat we een beetje ambiance hadden, dan had hij een voortrekkersrol. En wat bedoelt u met ambiance in het zwembad? Wel, vroeger na de werktijden zaten we veel vaker bij elkaar. En dat waren altijd heel gezellige momenten. En daar werd ook stevig gediscussieerd. Ik heb met Dirk altijd een goede band gehad, net als met alle andere personeelsleden. En dan was er natuurlijk de overgang naar zijn zelfstandige activiteit. De cafetaria in het oude zwembad, waar dat hij dan met zijn vrouwke schitterend gedaan heeft. En uiteindelijk heeft hij ook het contract hier binnengehaald. En ik moet zeggen, ze hebben heel hard moeten werken. Ze hebben een heel sterk team. En ja, vandaag stopt een verhaal. En ik heb er hele mooie herinneringen aan. Zowel als sportfunctionaris, als schepen, als burgemeester. We staan hier bij de feestvarkens, zal het zo zeggen. Dirk, al die jaren bij elkaar opgeteld. Aan hoeveel kom je? Als redder in het cafetaria 45 jaar. En hoe kijk je terug op die periode? Het was tof, ja. Hij had dat mindere en betere momenten, maar toen had dat echt goed verlopen. Zijn er bepaalde zaken, anekdotes die bijgebleven zijn? Veel, veel. Als je 45 jaar redder geweest uit cafetaria, had je altijd goed personeel gehad. Die had het goed gewerkt hebben. Ik heb nooit niet mogen klagen, ja. Martin, de echtgenote, hoe kijk jij terug op al die jaren? Met gemengde gevoelens. Ik ben heel blij dat ik dat mogen doen of dat ik dat kunnen doen heb. Ik heb heel veel vrienden en kennissen gemaakt. Het is met gemengde gevoelens dat ik afscheid moet nemen. Het eindigt hier vandaag voor de cafetaria, maar voilà. Maar wat zijn jullie plannen voor naar de toekomst toe nu? We gaan eerst alles een keer goed laten bezinken. Ik sukkel een beetje met mijn gezondheid, dus we gaan zien wat we nog kunnen doen of niet meer gaan doen. We weten het nog niet zelf, dus we gaan eerst een beetje vakantie nemen. Ja. Jullie wonen niet meer in Nienhoven, maar in Wouwbrechtegem. Hoe zit dat daar? Goed, rustig. Ja, we hebben daar leuke buren. Goeie buren. En ja, ik kan gerust in mijn hof gaan werken. Dat is geen probleem. Wat ik al maanden of jaren niet gedaan heb, kan ik nu een keer verwezenlijken. Hè. Ja, maar. Dirk gaat tuinieren, jongens. Ja. Ja, maar het is zo. Jullie laten de zaak over aan een bekende, mag ik wel zeggen. Ja, aan onze Christen. Ik vermoed dat jullie daar alle vertrouwen in hebben. Ja, zeker. Die gaat dat heel goed doen. Ja, dat is. Wij geven ons kindje goed door. Oh ja, Chris en zijn vriend zijn twee hele fijne mensen. Ze hebben heel wat ervaring. Chris is een beetje kind aan huis in deze cafetaria. En ik vind het ook heel mooi dat hij die draad verder kan oppikken. En hij gaat dat schitterend doen samen met zijn vriend. En natuurlijk het team die er ook nog achter staat. Jij bent hier toch wel al een tijdje kind aan huis, niet? Ja, uiteraard. Ik ben hier al 14 jaar te werk gesteld. En met hart en ziel. En ik ga nu dat proberen verder te zetten. De andere Chris, heb jij ervaring in de horeca? Zeker, ik werk al 8,5 jaar fulltime in de horeca. Dus ik heb al verschillende plaatsen, eigenlijk altijd vooral restaurants en tavernes gedaan. Maar jullie gaan het nu samen doen? Dat klopt. En de formule blijft hetzelfde of gaan jullie bepaalde zaken veranderen?
Nee, we gaan alles houden hoe dat is. Verjaardagsfeestjes en zo blijven doorgaan. We gaan dat, de keuken gaat ook op dinsdag open zijn vanaf nu. En ja, we gaan hetzelfde verder zetten. En hoe kijken jullie terug op die samenwerking met Dirk en Mark? Ja, het was een fantastische tijd. We gaan elkaar denk ik missen. Allee, neig missen vooral. Het gaat ja, anders zijn. Hier 's morgens toekomen en ja. Ja, zo hier een staan. Beetje mijn kind. Ja. Ja, het zijn een beetje mijn twee ouders. Er zijn banden gesmeed voor het leven. Ja, ja, zeker wel. Klopt. Op 14 jaar tijd is niet niks. Een stille kracht van in de keuken, is het zo? Ja, van in de keuken. Hoe lang ben jij hier actief? Nu 14 jaar ook. Ja, van in het begin. Ik ben hier als vakantiewerk begonnen en ja, niet meer weggeraakt. Hè. Dus moet hier goed werken zijn, net vragen. Ja, toch wel. Toch wel. En wat maakt het zo speciaal hier? Ja, het is familiair, hè. Het is, ja, een beetje familie, hè. Klopt. Ja, je weet veel van mij, hè. Ja, het is een beetje familie, hè. Wat vind je van het feestje? Ah ja, dat gaat hier in orde zijn, hè, maar het is hier in het zwembad zonder volk al verschrikkelijk warm in die kantine. En nu, ja, nu is het niet met tafel. Allemaal die chauffage dat hier lopen. En als je dan ziet hoeveel vrouwen dat er binnen zitten, die zijn altijd nog een graad of twee warmer dan wij, hè, Joris. Nee, het was niet om redder Dirk in de gaten te houden dat ik in juli 97 de stap zette naar de cafetaria van het zwembad in Ninove. Het klopte gewoon voor ons om aan een nieuw hoofdstuk van in het leven te beginnen. Klein weliswaar, want de cafetaria van het oude zwembad had 32 stoelen. Dirk combineerde toen nog zijn job in het zwembad met het werk daarnaast in de cafetaria. We woonden in het appartement erboven met onze toen nog kleine kinderen Evie en Tim. Simpel was dat niet altijd, maar de voldoening die we uit ons werk haalden maakte heel veel goed. Ik zeg zo altijd maar, als muren konden praten. Het kleinschalige van de cafetaria zorgde er in die tijd voor dat het contact heel intens was met onze klanten, de verenigingen en de clubs. De vele herinneringen, anekdotes, grappige momenten en verhalen zijn allang niet meer op 10 handen te tellen. Toen de bouw van het nieuwe zwembad, de Kleine Dender, begon, vonden we ook daar onze plaats. Een flink stuk groter, ruimer, moderner. Al snel bleek dat we het niet meer alleen konden volhouden. Op zoek dus naar personeel. Alleen, hoe begin je daaraan? Ach, door eens te polsen bij drankencentrale Malfra, dachten we. Goed plan, want toen we aan bij een levering die vraag stelden, kregen we prompt als antwoord van een jongeman: ja, ik ken wel iemand. Ikzelf. Wat zijn we fier dat onze Chris nu 14 jaar mee te werken, nu de zaak zal verder zetten. Als iemand het kan, dan is hij het wel. Daar geloven we rotsvast in. Chris, bedankt voor de fijne jaren en alle geluk in het zwemcafé. Het is dan ook met een klein hartje dat we de sleutels van ons derde kindje nu doorgeven. Maar aan alle schone liedjes komt een eind. Het is bij momenten ontzettend zwaar geweest. Zowel op mentaal vlak als fysiek. Een job in de horeca is en blijft een onderstiel. Allee Chris, we willen je niet afschrikken hoor. Toen Evie heel even met het idee speelde om de zaak over te nemen, hebben we de bal direct afgeketst. Niet doen, meisje. En zie, nu is ze met haar kleine kindjes, onze kleinkindjes, Lotte en Lise en haar man David naar Frankrijk verhuisd en er dus zelf een zaak begonnen. We zijn heel fier op onze kinderen, want ze hebben ons vaak geholpen wanneer het nodig was. Hoeveel pannenkoeken, broodjes, crocs zouden we niet gemaakt hebben samen? Bijna 15 jaar hebben we het voorrecht gehad om zwemcafé van de Kleine Dender uit te baten. Samen met de 7 jaren in het oude zwembad zijn er dat dus 22. Wat gaan wij nu doen met al die vrije tijd?
Rust, roest, dat zeker. De komende maanden zullen we wel zien hoe het volgende hoofdstuk in ons leven er zal uitzien. Woorden schieten ons tekort om iedereen te bedanken, jullie allemaal, van de medewerkers tot de klanten, toevallige voorbijgangers, verenigingen, clubs en stadsbestuur. Jullie zitten diep in ons hart. En het is niet omdat we niet meer actief zijn in het zwemcafé dat we elkaar niet meer hoeven te ontmoeten. Bomen komen elkaar niet tegen, mensen wel. Laten we daarop klinken. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.